Verschillende anti-5G-organisaties doen openlijk afstand van de brandstichtingen bij de zendmasten voor mobiele telefonie. In het hele land zijn verschillende zendmasten in brand gestoken, waaronder deze in Nuenen. Er is een vermoeden dat anti-5G-activisten de branden zouden hebben aangestoken. De protesten tegen het nieuwe 5G-netwerk leidden op door beweringen dat het coronavirus helemaal niet zou bestaan, maar dat de verschijnselen veroorzaakt zouden worden door stralingen van 5G. Dat is waarschijnlijk onkunde. Ze hebben wat gehoord, ze verzinnen wat. En ik heb meestal mijn eigen site en kijk naar goede sites. En Facebook-sites zijn in het algemeen niet de meest informatieve. En iedereen kan er maar wat opschrijven. Dus ook als je geen enkele kennis van zaken hebt, kan je van alles op Facebook schrijven. Vriends is een natuurkundige die 30 jaar bij het Natlab van Philips heeft gewerkt. Hij noemt het dus onzin dat het virus iets te maken heeft met de straling. Maar hij ziet wel een indirect verband. Volgens hem wordt het menselijk afweersysteem afgezwakt door radiostraling, zoals 3G, 4G en zeker ook 5G. We weten dat de straling van draadloze communicatie het immuunsysteem aantast en verzwakt. En het immuunsysteem heb je heel hard nodig om vechten tegen virussen, bacteriën enzovoorts. Dus als dat aangetast wordt, kan dat een indirecte invloed hebben op ons immuun zijn tegen het virus. Veel andere deskundigen zeggen juist dat zulke schade onwaarschijnlijk is. De resultaten van wereldwijde onderzoeken tonen tot nu toe eigenlijk alleen een effect op de temperatuur van het lichaam. Op dit moment is zeg maar het enige effect wat echt meetbaar is, is de opwarming, hè, hele kleine opwarming van je lichaam. Als je je telefoon dicht bij je oren houdt, dan kun je dat meten. Maar dat is een opwarming die een tiende graad of fracties daarvan zijn. En die bijvoorbeeld veel minder zijn dan als je eventjes in de zon staat. Intussen straalt de brandstichting wel af op de tegenstanders van 5G. En de vraag rijst, worden zij nog wel serieus genomen als het onderzoek blijkt dat anti-5G-activisten toch verantwoordelijk zijn voor de branden zoals die in Nuenen? Nou ja, het is voor de verstandige mensen die tegen 5G zijn niet prettig of niet positief dat er dit soort types rondlopen die dit soort achterlijke dingen doen. Maar voor mij zal het niks uitmaken. Wij blijven ook met tegenstanders van 5G gewoon in gesprek, zoals het hoort, in het democratisch proces op basis van inhoud. Ik verfoei alle gewelddadige acties, van welke kant ook. En het is dubbel slecht, want van beide kanten wordt er een heleboel onzin gespuit. Want alle mensen die tegen 5G zijn, zonder op goede gronden, worden gewoon over één kam geschoren met mensen die dat soort dingen doen.